Het is tot nu toe wel leuk. Ja, het is echt heel leuk. Ik vind het echt heel leuk. Ja. Breda Nu. Je weet het meteen. Op 25 maart vond de sportieve tour plaats bij Jeugdland in Ulvehout. Tijdens deze sportieve dag werden kinderen van verschillende basisscholen gekoppeld aan kinderen met een beperking om zo sport op een andere manier te ervaren. Nou, vandaag is vanuit Breda Gelijk, dat is een organisatie die in dienst staat voor een inclusieve samenleving, gaan we sportdag organiseren voor kinderen met een handicap en kinderen zonder een handicap. Dus dat ze samen leren sporten, spelen en elkaar leren kennen. En waarom is vandaag zo belangrijk? Ik vind als je kinderen begeleidt met projecten van dit soort, nou, dan vind ik gewoon dat ik een stukje in de maatschappij moet bijdragen. En daar heb ik heel veel plezier en krijg ik heel veel energie van. Ja, ik vind het persoonlijk wel leuk om de kinderen ook al zo blij te zien en zo. Daar gaat het natuurlijk ook wel over. En doe je zelf sport? Ja, nou zelf doe ik niet zo heel veel, maar dan komt het ook gewoon een beetje lui ben. Maar als er dan zoiets is om kinderen te helpen, ja, dan moet ik altijd wel meedoen. Ja, wat moet je doen? Dat weet ik niet. Elkaar toe gooien. Ja. Oh. Het is tot nu toe wel leuk. Ja, het is echt heel leuk. Ik vind het echt heel leuk. Ja. Hoe kennen jullie elkaar? Via school. Ja, en we zijn al vanaf groep 1 bevriend. Ja. Maar jullie zitten dus wel op dezelfde school, maar jullie zijn in andere groepen ingedeeld? Ja. Hoe zit dat? We moesten meerdere groepjes maken van 5 personen of 6. Ja. En ja, wij zijn opgesplitst eigenlijk soort van. Ja. Dat kinderen al om leren gaan met kinderen met een beperking, zodat het niet heel gek is of heel vreemd. En ook als ze later kinderen tegen of mensen met een beperking, dat ze er niet heel raar tegenover staan, maar dat ze al ervaring hebben met dit soort kinderen. Doen er nou veel scholen mee? Er doen nu 4 scholen mee. Koninklijke Visio, Brederode, Boeimeer en het Kasteel. Take me high, and baby, all I know.